Welkom in deze nieuwe video aan Bolst, waar ik mij dat er heel veel vragen onder de video stond van superfans. En ik dacht, ik ga die allemaal beantwoorden. Ik ga even de video erbij halen, want anders dan wordt het een klein beetje te moeilijk om de vragen te beantwoorden. Dus ik ben even aan het kijken. Dus iemand, Rosalie Mathis, vroeg. Ik ben benieuwd of ze nog steeds zulke grote fans zijn. Dus dat heeft zij dan gevraagd. Dus er staan heel veel vragen onder. Ik ben nog altijd een heel grote fan van K3. Tussen ben ik ook een jongen geboren, zoals veel mensen wel hier weten. Maar ik ben nog altijd een grote fan van K3. Ik vind het ook heel leuk om nog naar K3 te gaan. Het is... Ik verzamel niet meer zoveel van K3, zelfs mijn kamer is niet meer K3. Maar ik ben nog wel altijd fan van de muziek en van de meisjes die het nu zijn. Mijn mama, die zal uit de hevel meekijken. En zal zeker uit haar hart nog steeds fan zijn, sowieso. Want ze was heel hard voor Hannen toen dat K3 gestopt is. En dan Hannen en Klaas en Maarten. En ja, Julia heeft ze ook niet meegemaakt, dus daar kan ze niet, zal ze ook niet op kunnen houden. Maar ik weet wel dat ze een heel grote fan was van Hannen, maar helaas is ze 2 jaar geleden is gestorven. En is er niet meer hier bij ons, maar wel in het hartje en op de kast. Dus, maar ik ben er wel heel zeker van dat zij ook nog wel altijd een fan had geweest van K3. Maar vooral van Hannen dan. Dan hebben we hier, eens kijken. Wat leuk om terug te zien. Wat een mooie video. Geweldig. Ebert van je mama. Ik vind het leuk. Ik vind het geweldig dat je dan blijft van K3. Ik ken alle liedjes en dansjes, want de meest betreft vind ik heel onverantwoordelijk wat hij gedaan heeft. Echt een mooie, leuke video staat eronder. Leuke video. Stil, was jij dit vroeger, ben ik mis. Dat ben ik dus eigenlijk. De mensen die de video niet hebben gezien van Superfans, die kan je gewoon op ons account bekijken eigenlijk. Oei, deze ballegas natuurlijk. Maar hier zie je dus alle video's van Superfans. We gaan eens kijken wat er onder de video staat van mijn deelname. Mijn ervaring van deelname. Of wat daar een vraag onder staat. Nee. Dus, maar ik wou toch wel graag die vraag beantwoorden. Want niet iedereen weet natuurlijk hoe het gaat met mijn situatie. En dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Dus als jij nu op YouTube zit, ja, dan weet je dat natuurlijk niet. En dan is dat natuurlijk wel wat moeilijker.